ergens in het vroege voorjaar van 2010 belt Dagblad van het Noorden mij. Of ik als importstadje en met ambachttaal eens over wil nadenken om een paar stukjes te schrijven over Gunnigetal. We zijn het snel eens. Mengelmaus gaat mijn column heten. Bouwen en Bosselbrigade. Ik woonde jaren terug aan de Hardingerstraat. Mijn kamer stroomde dat jaar tijdens mei en later Bommenberendkermis tot laat in de avond vol kermismuziek en kermisgetoeter en uitgelaten gegil en gegiebel. Ik was net in stad en ik beleefde een onvergetelijk lange zomer. Soms denk ik daar, zonder valse sentimenten, met enige melancholie aan terug. Zo'n zomer was het, toen aan de Haddingestraat. 'S Morgens vroeg begon mijn dag met kraakverse inkopen op vismarkt. En 's avonds nadat de marktmeester... Het is 5 uur en de markt is gesloten. ...had geroepen. Dit gebeurt onvoorstelbaar, maar waar, nu niet meer. Keek ik vaak van een afstandje hoe de mannen en een enkele vrouw van stadsbeheer, dat toen nog anders heette, de marktresten wegveegden en borstelden en boenden en vervolgens de kinderkopjes schoonspoten. Vismarkt glom er daarna weer fris gewassen en blozend gepoetst over in afwachting van een volgende marktdag of een volgend evenement. Zonder deze Bouwen en Bosselbrigade zal Heilestad een dikke zwienenboudel wezen, merkte eens een medetoeschouwer op. Geinend mist overdijp. Vonhof en Buter al binnen zijn maanden op vakantie. Maar één dag geen Bosselbrigade. En Heilestad is één grote stinkzooi. En hij maakte een dikke duim tegen de man in de veegwagen. Hij had gelijk. En hij heeft nog steeds gelijk.